In de nacht van vrijdag op zaterdag begint het spektakel weer. De top 2000 van NPO Radio 2. Afgelopen donderdag werd de volledige lijst bekend in de top 2000 café in Hilversum. De NPO Radio 2 top 2000 van 2021 is bekend. En dit jaar is de hoogste nieuwe binnenkomer ook meteen de oudste ooit. Charles Aznavour met La Bohème. Snelle pakte de hoogste nieuwe binnenkomer van eigen bodem met De Overkant. En met 35 noteringen hoor je Queen het vaakst voorbij komen. En sluit voor het jaar af met hun nummer 1, Bohemian Rhapsody. De hele top 2000 check je op nporadio2.nl. Ook ontvingen twee leden van de Golden Earring afgelopen donderdag de NPO Radio 2 Top 2000 Award. Ik vind het mooi dat de chansons iets hebben gedaan. Ik vind het heel erg mooi dat Golden Earring natuurlijk ontzettend veel liefde heeft gekregen op deze manier. Ja, het is gewoon een hele fijne lijst geworden. Hoogste nieuwkomers van Charles Aznavour. En dat heeft te maken met, tenminste dat denk ik, dat Matthijs van Nieuwkerk en... Het zwollebolleke, het zo fantastische muziek vonden in Frankrijk. Er zijn veranderingen natuurlijk. Sowieso is de nummer 1 weer Bohemian Rhapsody Queen en niet meer Danny Vera. Procol Harum is erg gestegen ten opzichte van vorig jaar. Wat een mooi en liefdevol eerbetoon is aan vooral de nabestaanden en iedereen die Peter R. de Vries zo vreselijk mist. Kijk, zo'n top 10 is natuurlijk heel steady en heel solid. Maar daar veranderen dingen wel. Dat zullen niet alle tiende liedjes zijn. Maar Danny Vera stond 10 jaar geleden niet in de top 10. En dat staat hij nu wel. Procol Harum stond daar niet in. En nou ja, zo veranderen er ieder jaar wel een paar dingen. Dus die top 2000 heeft enerzijds... Het is een beetje best of both worlds. Enerzijds heb je een solide, vaste kern van liedjes... waarvan wij met elkaar vinden dat die ertoe doen. En anderzijds heb je ieder jaar nieuwe aanwas die langzaam... of er weer uitgaat of overgaat naar die solide massa waar we allemaal voor gaan. Maar wat is nou jouw ultieme nummer 1 van de top 2000? Ik vind de hele top 10 fantastisch. Ik vind de hele top 2000 fantastisch hoe het in elkaar zit. Ik vind het ook heel jammer dat sommige platen het niet hebben gered. Maar één absolute nummer 1, die heb ik niet. Nou, ook mijn nummer 1 verschilt per jaar. Ik was vorig jaar heel blij dat Danny Vera op nummer 1 stond. Want ik vond dat nummer perfect passen bij wat dat jaar was voor mij en voor iedereen. Persoonlijk ben ik altijd heel erg blij dat in ieder geval Telegraph Road van Dire Straits, dat is mijn ultieme plaat gewoon. Ik weet niet of het de nummer 1 moet zijn, maar het is wel mijn ultieme plaat. Die staat in ieder geval op de laatste dag in mijn uren, dus dan ben ik al gelukkig.